Zagen jullie hem ook zitten? Ja, daar zat hij opeens in beeld. Ja, maar we hadden hem de hele tijd niet gezien. Nee, Knulletje Klaver. Ja, daar zat hij in de banken bij die algemene beschouwingen. Ja, en ik denk, nou zeg. Hoe gaat het eigenlijk met Knulletje Klaver? Want die, weet je nog, die stond toch zo te juichen met Atje Dubbel T? Weet je nog, toen gingen Partij van de Arbeid en GroenLinks gingen samen. Nou, en ze hadden zichzelf ook al helemaal zichzelf ingedeeld als minister. Ja, want Timmermans zou natuurlijk de minister-president worden. Ja, dat hadden ze al helemaal zo bedacht. En zij zouden minister worden, ja. Hij zag zichzelf al op het plus en in de dienstauto. Ja, nee. Knulletje Klaver en Atje hadden het helemaal voor elkaar. Nou, Atje die zit in een of andere onbeduidende baan nu. En Knulletje die mag in de bankjes zitten. Achter Timmermans. Ach. En dan heeft hij ook nog eens een keer, binnen die club van die GroenLinks, die Partij van de Arbeid, heeft hij zijn GroenLinks niet in de hand. En dat is dan elke keer een puinhoop. Is het niet over Hamas en Israël, dan is het nu weer over wat Timmermans heeft gezegd over asiel. Ja, want die snapt wel, de groengoeroe, die begrijpt intussen heel voorzichtig dat hij toch een keertje wat positiefs over asielbeleid moet gaan zeggen van dit kabinet. Ja, dus dat doet hij dan, hup, en dan hup, dan duikt hij. Die hele GroenLinks, die duikt er weer bovenop. En dan hebben ze weer ruzie in die hut daar. Dus het is ook geen succes, dat samengaan van het Partij voor de Arbeid met GroenLinks. Ja, en Knulletje Klaver, die heeft zich eigenlijk zichzelf met die hele actie en met dat hele gedoe, heeft hij zichzelf net, boep, helemaal op tilt gezet. Ja, tilt. Voorkomen weg. Horen of zien niks meer van hem. En die zit dan maar in dat bankje. En stelt niks meer voor. En dan denk je, nou, dan zal Knulletje Klaver wel bij zichzelf denken. Nou, weet je. Dit is allemaal helemaal misgelopen. Ik ga er vandoor. Ik stop ermee en de groeten. En ik ga iets leuks doen met mijn leven. Nee, dat doet Knulletje niet. Knulletje is ook van eerlijk delen, hè, dat weten we. En Knulletje Klaver die blijft lekker in zijn bankje zitten. En waarom? Ja, weet je wat een Kamerlid verdient? Haha, ja. Nee, die krijgt per jaar 141.000 euro. Hé, hey, voor in het bankje zitten. En daar een beetje niks. Knulletje zitten uithangen. Haha, ik snap Knulletje wel.